beginnen met een afscheidsdienst, zoals de bemanning dat in de 17e eeuw ook gedaan zou hebben. Nog even naar de kerk om God om een behouden vaart te vragen. Fantastisch. Ik bedoel, ze maken een enorme promotietour en ik vind het echt Holland welvaren, dus prachtig. Ik kom mijn man uitzwaaien, ja? Want die gaat 3 jaar naar de Oost. En wij, ook Gertie erbij, wij zijn de 16-15 dames van Horen. Ja. Ja. Gaat u uw mannen missen? Uiteraard. Ja. Het is altijd heel zwaar natuurlijk. Je weet nooit of je terugkomt. Het is al de derde keer dat ze met deze schepen varen. En de boot is net gebrild, dus we hebben er wel heel veel vertrouwen in. Ja. En we gaan natuurlijk bidden.